Motherfucking animals. Motherfucking animals. Zo! Welkom! Een hele goede dag. Wat legendarisch dat jullie kijken naar de allereerste aflevering ooit, waarin we teruggaan in de tijd, in de historie van het leven van YouTube-land. Heel cool. Vandaag ben ik met Dylan Hagens. Hey mensen, de film van Dylan Hagens. Weet je wat het is, Dylan? Nou, het is 2019. Dat klopt. Op het moment dat wij dit filmen. Dat klopt. Ik dacht, YouTube is allemaal legendarisch tegenwoordig. Het is groots, het is een ding, het is commotie, het is spektakel. Maar in den beginnen was het zo pril, was het zo onschuldig. Absoluut. En toen dacht ik, hoe leuk zou het zijn als ik terug in de tijd ga met de founding fathers van het YouTube tijdperk. Oh, en ik ben een founding father nou. Jij bent een founding father. Nee, dat had ik altijd al willen zijn. Ja, maar het is wel een beetje waar. Dan ben ik gewoon echt oud aan het worden. Weet je nog dat wij vroeger een tijdcapsule hebben begraven met z'n tweeën? Oh, ja. Dat we daar allemaal dingen in hebben gedaan. Ja, dat weet ik nog wel. In Groningen hebben we die toen begraven, ja, toch? Ja, laten we even teruggaan naar 2009. 10 jaar geleden. Maak maar open. Ik weet niet meer wat erin zit. Nou ja, ik ben het ook vergeten. Waar heb je die begraven, man? Dat stinkt echt. Een queen. Ja, gewoon in het weiland. In het weiland. Ah! Ah! Nee! Daar is die al die tijd geweest. Dames en heren. Dit is de officiële outfit. Wat is dit nou? Oh. Hey! Wat is dat? Ja, er zat iets in je vest. Ik kan me daar niet meer zoveel van herinneren. Hey mensen! Nee, ik zei hey YouTubers zelfs nog. Oh ja, dat was het hele ding vroeger. Hey YouTubers! Dit is een hardnekkig gerucht over het feit dat jij vroeger drugsdealer was. Ja. En dan wil ik toch even, weet je, het zit toch in de tijdcapsule. Dus we hebben het erin gedaan met een reden. Ja, dat klopt. Ik weet niet waarom, maar vroeger zag ik het. Nou, ik weet niet of dit eruit ziet als een drugsdealer. Vind ik niet per se. Maar vroeger dachten mensen dat ik een drugsdealde. En vooral bepaalde mensen in mijn omgeving. Maar waarom dachten ze dat dan? Ja, omdat ik zag er vroeger ietsjes anders uit dan nu, zeg maar. Ik was een beetje zo'n stoer puberjochie. Ik had hele grote oorbellen, een petje op, een lange mat. En je weet hoe het gaat in een dorpje. Oh, die jongen zit zeker in de drugs. Ja, dat is echt over mij gezegd, geloof het niet. Ja. Maar alleen omdat je er zo uitzag. Ja. Niet omdat je gewoon altijd op de hoek van de straat stond. Ook. Ja. We gaan even terug naar het mooiste jaar. Ik denk dat ik jouw allereerste video heb. En dan niet zeg maar UFO wolken level, maar gewoon nog eerder. Nog lelijker. Wil ik dit zien? Welkom bij Telknel. Dit keer behandelen we de basis bosselmas. Het is niks veranderd, hè? Als mensen dachten dat jij drugsdealer was, dan kende Venray wel hele zielige drugsdealers. Ja, dus als dit de norm is, kijk even naar. Ja, maar ze dachten niet dat Teun een drugsdealer was, hè? Kijk hoe stoer ik eruit zie. Ja, daar. Ik heb een zonnebril, hè? Jij bent een unicorn, ben jij hier. Maar, oh, wat een slechte video. Het bizarre vind ik, dit is echt slecht. Als je kijkt wat mensen nu van 15 maken, dat is grotendeels ook slecht, maar soms beter dan dit. Veel beter dan dit. Ja, maar het komt ook omdat je... Kijk, waren natuurlijk... Ik weet niet waar het is opgenomen, maar het leek wel een of andere... Dat was bij mij op mijn slaapkamer. Een soort van SM-kelder leek het wel. Ja, mijn slaapkamer dus. Ja, oké. Hey, ik heb hier... ik heb een fotootje. Hoe kom jij hier aan? Ja, geen commentaar. Die staat in een lijstje naast mijn bed, elke keer als ik... Even serieus jongens, hoe komt daar aan mijn foto? Hier, ik heb nog eentje. Hoe dan? Ja, ik heb hier nog iets. Dit is... Namens Rijland College gefeliciteerd. Waarom lach je hierom? Ja, ik vind het gewoon grappig. Wat ben je aan het doen? Handtekening zetten toch? Dat moet, als jij een heb je geen diploma? En dit was, je hebt je TL-diploma gehaald. Leuk. Oké. Okay. Ja. En dit is Marit vroeger. Nou, wat gezellig. Jullie ja, we kennen elkaar al heel lang, zoals je ziet. Ja. En dit is mijn zusje. Oh. Ja, ik wil nog even gewoon. Ik wil gewoon even op gang komen door gewoon dit. Dit is dus waar we het over hadden. Ja, dit is deze. Noem even op. Alleen geen pet. Kijk, je moet mij gewoon voortaan niet meer Dutch Vlogs noemen, maar gewoon
Dylan Hagens, dat is het eigenlijk. Nou, kijk, het is heel simpel. Iemand anders had een naam die heel veel op Dutchvlogs leek. En hij had die naam gekocht. En als je die naam koopt, dan mag je andere namen die erop lijken laten staken. Waar het nou op neerkomt, is dat gewoon het kanaal van Dutchvlogs weg moet. Wie was dit? Zeg maar, wie had die naam gekocht? Ja, dit was dus echt... Welke tyfusleier? Ja, is wel hier goed iemand geweest? In Amsterdam, hier. Echt? Ja. Maar het is, maar het is wel beter, want Dutchvlogs is wel echt een gare naam nog steeds een beetje. Wat zit je te haten? Ja, Dutchvlogs. Wat zit je te haten? In die tijd hadden we best wel abonnees. Jij had best wel wat abonnees, Milan had abonnees en ik ging ook hard. En toen kwam die guy uit Amsterdam, een gast van 65, echt? Die alleen maar video's maakte met Windows Movie Maker. Dus echt, die had mij ineens een brief van een advocaat gestuurd toen ik net 18 was. Een week was ik 18. Toen stuurde hij mij een brief van ja, hey, ik laag je aan bij deze omdat je dezelfde naam hebt. Fuck. Want ik dacht, wat moet ik hiermee? Dus ik heb letterlijk die advocaat gebeld. Dat stond een nummer, ik zo. Hoi, met Dylan. Wat betekent dit? Ja, je moet nou stoppen, anders dan krijg je gezeik. En natuurlijk ook nog het project. Het project. Het project. Ja. Maar heel even, kijk, als je zoekt op het project. Oh, zo'n goed kanaal dat. Dat is echt. Het was dus, leg even uit. Oh, één video. Ja, maar dit zou het ding worden. Ja. Dit was echt, als je het had over... Kijk, luister. Ik was een jonge jongen en ik was ook bezig met YouTube en toen kwam het project en toen dacht ik, waarom ben ik niet gebeld? Was jij niet gebeld? Nee. Dat is lullig. Ik mocht godverdomme niet meedoen aan het project. Nou, dat mocht wel. Nee, dat mocht niet, want jullie hadden me niet gevraagd. Wat was het idee hiervan? Weet ik veel. Het was een kanaal en dat werd helemaal... We hadden met Bardo, Milan, David en ik dan een kanaal opgezet. We dachten, dat is vet, dan heb je een soort collab kanaal waar meerdere YouTubers op zitten. Ja, meerdere YouTubers, behalve Calvin. Ja. Leuk, dankjewel. Ik weet niet, man. Ik weet niet. Je ziet ook maar, er is één video gemaakt. Soms ontstaan projecten en dan stopt het ineens. Ja, Cinemates bijvoorbeeld. Ja. Ja, want die hebben ook maar één video gemaakt. Ja, precies. Ik heb nog een leuke video gevonden. Deze is ook goud. Dag mensen van het goede leven. Morgen is de Dutch YouTube Gathering in Utrecht. Ik zie jullie morgen vroeg. Hey, had jij dit in de nek liggen of wat? Kom. Rustig, rustig. Kijk. Iedereen loopt hier tegenwoordig met camera's rond, zie ik al. Ja. Niet op dood. Kijk, daar is Ilko. Gigantisch veel mensen op zich, man. Zeg veel. Hoor je dat? Check, Aaron. Goed. Volgens mij, je might know this guy. Wie ben jij trouwens? Helemaal. Heb je bril vastgetaped of zo? De ster ligt al op het gras. Leg even uit wat dit is, want niemand weet dit. Dit was de Dutch YouTube Gathering. Eén. Wauw. Ja, het is ontstaan op een grasveldje, gewoon met een paar mensen die YouTube maken. Maar ik krijg er wel een warm gevoel van, hoor. Maar het is bizar, hè? Ik vond het echt mooi om terug te zien, want ik dacht, jezus, man. En er komen allemaal mensen, kijk, er zijn nog meer fans daar. Fans! Gadverdamme! Oh, jij bent echt zo vol van jezelf. Oh, die fans allemaal. Justin Bieber komt ergens aan, het ziet er zo uit. Calvin komt ergens aan, het ziet er zo uit. Oh, al die fans. De tijdcapsule. Wat? Er zit nog meer in. Ik wil even dat je het openmaakt. Huh? Heb ik dat net niet gezien? Oh, wat is dit? Lekker, man. Wat is dit? Shaky. Zware vanille. Dat is ook echt zware vanille. Lekker, jongen. Oh, dan gaan we er even eentje rollen hier. Leg even uit, waarom zit dit erin? Ja, roken is dodelijk, jongens. Stop direct. Ja, het staat er redelijk groot op. Ik ben ook gestopt, een lange tijd geleden. Ja. Maar toen ik jong was, ik ben op mijn 12e begonnen met roken ongeveer. Fuck, en toen heb ik tot mijn 18e best wel extreem gerookt. En toen had ik geen geld. Ga je ook even draaien? Ik had geen geld. Ik weet niet of ik nog kan. Maar ik had geen geld, dus ik kocht altijd check. Dus ik was zo'n klein jochie die deed het check aan het rollen was. Zal ik dan zo? Kijk, 12 jaar. Ja, toen rookte ik nog geen check, hè. Toen was het alleen nog maar Marlboro en zo. Ah, oké. Hier, ga je ook wat moois laten zien nog? Oh jee, was dit onze ontmoeting? Dit is de eerste keer dat wij elkaar hebben ontmoet. Was dit mijn prank? Ja, dit is. Ja, laten we even kijken. Right. We zijn van de roadchips, zijn we bezig. Hey, Peter. Ja. Hey. Cool. Hi. Peter. Ik had niet gedacht. Hey, jij. Ik heb gewonnen.
Heel even, context. Peter en ik waren op rondreis door Nederland. Toen zouden we naar Limburg gaan, naar Venray, om jou te ontmoeten, om bij jou te slapen. En toen kwam er een soort weirde dude op het station. En wij hadden jou nog nooit gezien, want jij had die fucking bril op jou. Niemand wist hoe ik eruit zag. Ik wist niet hoe je eruit zag. Jij kan echt acteren, man. Ik niet. Holy shit, King is daar niks mee! Ongekend! Ja, dat was echt leuk. Dat was de eerste prank. Ik vond het zo spannend. Kijk, als ik mezelf zo terugzie, denk ik, ik was best wel een beetje zo'n kutjoch. Een beetje was? Zo'n... Het was heel cool dat je gewoon mensen kon ontmoeten die dezelfde interesses hadden, weet je. Dus toen ik jullie zag, weet je, het klikte ook meteen, het was meteen gezellig en je praatte over dezelfde dingen en zo. Dus ja, dat was, dat is bijna, ik kan wel een mooi pianomuziekje onder, maar het is echt super. Het is inspirerend. Leuk. Emotioneel. Het is belangrijk. Prachtig. Laten we er even bij stilstaan. We hebben erbij stilgestaan. Top. Oké. Okay. Even kijken. Oh ja, dit vond ik ook mooi. Ik heb je allereerste clickbait-titel... Dat weet ik toch helemaal niet. Ontzettend mega grote update. Ontzettend. Ontzettend mega grote update. Ik ben heel benieuwd wat dit ook überhaupt is. Ontzettend mega groot. Waarschijnlijk ging ik een bioscoopfilm maken of zo. Ja, dat verwacht je dan, weet je wel. Of mijn kanaal is verkocht. En John de Mol. Even een mega grote update. Morgen maak ik een nieuw filmpje op mijn hoofdkanaal. Doei! Ik had humor! Waarom heb ik die vierde Award voor Comedy niet gewonnen? Ja, dat je humor had. Oh ja, shit, ik ben niet meer relevant. Maar en voor de rest is het gewoon 2 minuten zwart beeld. Gewoon. Oh nee! Oh! Jeetje! Oh nee. Er komt eerst drugs uit, toen check. Ja, wat spuiten denk je nu of zo? Ja, kijk maar. Wat is dit nou? Oh nee! Mijn allereerste commerciële samenwerking. Ja, was dat een commerciële samenwerking? Ja. Ik had het echt niet door. Ik wil bolletje, ik wil bolletje, ik wil bolletje, bolletje, bolletje. Je staat daar, je bent zo lekker rond. Ik ben zo verslaafd en ik wil je in mijn mond. Yeah. Ik weet tot op de dag van vandaag ook nog steeds niet of dit een echte samenwerking was of niet. Het kan toch niet dat Bolletje dit goed heeft gekeurd? Kom op, man. Marketing manager van Bolletje zou ik zeggen, nou, gooi dit maar heel gauw in de prullenbak. Hier, nog even om het leuk te houden visueel. Hè? Dit is Dylan met een condoom op zijn hoofd. Nou, hier was je syndroom van Down aan het ontwikkelen, volgens mij. Ja, je hebt fases gehad. Dat is echt niet normaal. Ja, we gaan even een leuk filmpje kijken. Hi, ik ben Kelvin. Ik ben kwaad van mijn. Kijk hoe wij stuk gaan, om echt niks. Ik vind het wel grappig. Dylan houdt van iemand. Oh, dat zeg je toch niet? Het ding was dus, we gingen liedjes zingen met hele... En dan moest je raden wat het was. Dat is super moeilijk. Onmogelijk hier. Maar er zijn nog steeds mensen die gewoon dit weer willen zien. Dus daarom dacht ik, we trekken... Nee. Ja, oh nee! We hebben ook heliumballonnen in de tijdcapsule gedaan. Ja, wow! Nee, wow! Voor eens en voor altijd, mensen, het is dan weer gewoon klaar. Dan hoef je niet meer te zeiken over dat je een heliumvideo van mij... Oh, mensen wilden dat heel graag. Mensen, Nina zegt zelfs nog, oh, moet je echt een keer met Dylan doen. Ik wil bolletje. Die wilde ik ook doen! Die wilde ik ook doen! Ik wil bolletje. Ik wil bolletje. Ik wil bolletje. Zo, ik word lijp. Jack, 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 Jack. Not the fucking animals. Wow, dat is zo iets leuk. Van Hazes. André Hazes, zij gelooft in mij. Want zij gelooft in mij. Dit is zo gek. Ah, ga eruit. Ik denk dat ik maar op twerkles ga. Het is zo hip op dit moment. Ik mag niet achterlopen. Ik ben wel op twerkles gegaan. Met als klap op de vuurpijl een telefoongesprek met degene die rechtmatig eigenaar is van Dutch Vlog. Goedemiddag, je spreekt met Pieter. Van wie? Van welk bedrijf? Je spreekt met Pieter van
Arnold Media. Ik had een vraagje. Wij zijn op dit moment bezig met het uitbreiden van ons bedrijf. Ik zit er samen met mijn compagnon en ik zag op de KVK staan dat u de naam Dutch Vlog beheert. En ja, we waren erg benieuwd of u bereid bent om die te verkopen, want wij willen een kanaal gaan beginnen. Ja. En die naam heeft onze interesse wel gewekt. Oh, dat is mooi. Nou, mijn compagnon zit hiernaast meteen te glimlachen, want dat vinden we mooi om te horen. Hè? Meestal begint een gesprek niet zo. Ja, zeker. Heeft u enig idee wat u daarvoor wil hebben? Hè? Zo'n schatting, zo snel 1, 2, 3, we komen hier natuurlijk nog wel op terug. Maar... Nee, ik heb daar natuurlijk niet over nagedacht. Ja, praten we over een paar honderd euro? Nee. Heeft u een paar duizend euro dan? Sorry, ik breek even in hoor. Hij... Een paar duizend. Hoeveel? Ik weet wel of het die naam waar het is. Nummer 2 in het verleden heb ik tegen allerlei partijen moeten strijden met advocaten om het in stand te houden. Maar is dat dan wel... Dat is wel interessant. U heeft gestreden met advocaten. Maar is dat dan wel netjes? Is het dan wel netjes verlopen? Uiteindelijk wel, ja. Degene die dat... het was een jong ventje die van toen in plaatsen wist. En hoe heette hij? Hij heet Dylan Harens. Oh, die ken ik. Dat is die vlogger of zo. Die heeft die laatst niet die film, die bioscoopfilm gemaakt. Wat zeg je? Ja, precies. Nee, maar wij zijn zeer geïnteresseerd. Ik denk dat we gewoon even... We stellen wel wat op. U heeft het over een paar duizend euro. Dus kunnen we uitgaan van 5000 euro? Ja. Oké, 5000 euro. Ja, dat gaan we dan nog even overleggen met onze adviseur. Maar... Ja, er is ook een YouTube-kanaal, hè? Sorry? Er is ook een YouTube-kanaal. Ja. Die van Dylan Hagens ooit was, zeg maar. Ja. Nee, dit is van mij. Oh ja, oké. Okay. Ja, maar die was ooit van Dylan Hagens. Nee, die website, dus die kanaal van Dutch Vlog, is nog steeds van mij. Hij was ooit van Dylan Hagens. Nee. Wat een rotjoch die Dylan Hagens dan, hè? Had jij inderdaad geweten wat voor type dat is? Ja, wat voor type is dat dan? Hij is een asshole. Echt een... Maar in die tijd was het gewoon een beetje een teringleier. Ja, dat heb ik ook gehoord, hoor. Ja, dan... Dan hoort u van ons. Dan hoort u van ons en dan gaan we nu even weer naar de video's van Dylan Hagens kijken. Echt niet. Nee. Dat lijkt me geen goed plan. Okay. Helemaal goed. Dag meneer. Yo, hoi hoi. Hoi. Dit was... Wat een gek!